12 maal 2 is 24. 24 plus 15 is 39. Ja, dat niet nodig. Ja. Yo, YouTube. Acer hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik weet, het heeft even geduurd. Dat is omdat er allemaal stinky dingetjes aan het gebeuren zijn. Ik wou dat leuke dingen waren. Dat is het jammer genoeg niet. En vanaf dat ik er meer over mag zeggen, dan ga ik dat zeker doen. Maar voor nu eerst een topvideo waarin we lang gewerkt hebben. Ik ben hier samen met mijn neef. Hoe oud ben je? 15. 12. Ik ben hier met mijn neefje van 12. Hij heeft net examens gehad. Hij zit in derde middelbaar. En ik kwam met het geniale idee. Jawel, als we nu een quiz doen met vragen uit jouw examens. Verspreid over de vakken wiskunde, wetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, Frans, Nederlands en economie. Wij gaan een quiz doen. Kijken hoeveel dat ik nog weet van de examens van iemand uit de derde middelbaar. De winnaar krijgt prijzen. Even voor de duidelijkheid, wij spelen geen quizzen voor ons plezier. Wij spelen om te winnen. Ga je afmaken. Ga je hoofd pakken en gewoon pa, pa. Oké, schat mijn kansen niet zo hoog in. Ik wel. Je hebt net die f***ing examens gehad. Weet je, dat is het ding. Jij hebt net al die vragen gehad, een heel jaar op school. Ik haal 8 jaar niet meer naar school. Als ik win, dan zie je uit. Holy dom. Dan moet je eigenlijk gewoon ook stoppen met school. En moet je focussen op je sneaker business. Mijn neefje verkoopt inderdaad schoenen op Instagram. Op zijn pagina resell7308. Hij is een jonge ondernemer. En ik vind dat jonge ondernemers gesteund moeten worden. De quizvragen zijn gemaakt door zijn pa. Ik heb die nog niet gezien. Hij ook niet. Ik ben zeker dat ik ga winnen. Ik ben zeker dat je gaat winnen. Zeer, mama. Je haar, man, nice. Shoutout Inea de Munter. En jij hebt gisteren nog een basketje gezet. Nog zijn een slokje water. Niet chatten, hè. Niet chatten, niet chatten. Niet letter, hè. Ronde 1 is geschiedenis. Hoe waren je punten voor geschiedenis? Goed. Hoeveel had je? 70 of zo. 70 of zo. Goed, zegt hij. Derde middelbaar, ik kon niet eens over beginnen. Goed, wij hebben alle twee een bordje. Daar schrijven we ons antwoord op. Daarna veeg je die uit. Mogen de beste winnen. Ga je volledig kapot. Dit is zo spannend, kerel. What the fuck. Vraag 1. Wanneer vond de gulden sporenslag plaats? Wat klaar. Je pa heeft sowieso die antwoorden. Ik ga het leren. Ik weet het jaar. Ik weet de dag niet. Het jaar. Hond jaar? Dank u. Hij heeft sowieso de vragen gekregen. Hij is gewoon vergeten op te zoeken op welke dag dat was. Hij weet alleen het jaar. Maar ik ben niet zeker, though. Ik ben niet zeker wat ik denk het al. Kijk, draai naar de camera op 3. 3, 2, 1. 1302? Ja. Hey! Ik heb dat geleerd van de slimste mens nog wat. Dit zei. We zoeken het jaartal van de val van het Romeinse Rijk. Als we alle twee verkeerd zijn, dan krijgt de persoon die er dichtst bij is de punt. Nee, eigenlijk moet je gewoon juist zijn. What the fuck zeg ik nu? Kijk, ik heb 506 voor Christus. Is dat fijn fout? Wat heb jij? 476. 476. De val van het West-Romeinse Rijk. Dat was niet zelf de oertijd. Nee, dat niet. Prehistorius van 2,5 miljoen tot 100 voor Christus. Dus ik zat wel nog in de prehistorie. Insane. 476, what the fuck, Aro? Insane. Wat is polytheïsme? Maar bro, ey, je pa heeft me uitgenaaid, hè. Weet je, geschiedenis was eigenlijk nooit mijn beste van. Polytheïsme is een geloof. Polytheïsme, polymerization is een vermenging van dingen, toch? Een Yu-Gi-Oh! Van de Yu-Gi-Oh! Kaart. Dus polytheïsme is misschien een samensmelting van twee groepen. Ik heb dus een samensmelting van twee groepen. Geloof en meerdere woorden. Dat is juist, ja. Damn, ik was nog close, hè? Ja, nee. Nee, echt. Oeh! Op school was dit eigenlijk wel mijn aardsvijand. Bij jou, hoeveel heb je? Ik weet niet, mijn leerkracht was er niet uit. Je leerkracht was er niet. Dat is die kerel dat ik zag met die... What the fuck? Wat met jou? Okay. Je mag dat zeggen, hè, team. Het is oké. Naam, land. Met die drie, ik heb die van buiten geleerd op school, omdat ze volgens het alfabet van boven naar beneden gaan. Dus ik denk Estland, Letland. Ik denk dat de onderste Litouwen is. Ciao, dan, meneer Daniels. Ik had hem ook. Hij zei dat mijn kop moest laten amputeren voor de maatschappij een plezier te doen. Deze vlag is van Venezuela, Myanmar, Kosovo of Mozambique. Zeg maar, de sittel en een fucking AK-47 in hun vlag. Het is sowieso niet Venezuela, sowieso niet Kosovo. Dus dat zit tussen Myanmar en Mozambique. En ik denk niet dat dit Mozambique is, dus ik heb Myanmar. Ik heb Mozambique. Fuck. Shit. Fuck. Is dat Mozambique? Ah, fucking hell. Wiskunde! Dit is degene waarvoor dat ik eigenlijk het bangste ben, omdat de formules... Die weet ik niet meer. Laat me je even iets duidelijk zeggen, ja. Even een tip van een oudere man. Een chick gaat nooit vragen van, hey, yo, hoe bereken je de fucking
omtrek van een cirkel, dat gaan ze niet vragen. Hoe breed je de oppervlakte van een cirkel? Straalmaal pi. Maar ik weet niet of dat voor de omtrek of de fucking oppervlakte is, man. Er is ook zo in, maar nog een streep dat je moet delen door iets, hè. Ik doe straalmaal pi. Hey, waar niks mee veranderd. Jij doet ook straalmaal pi. Straalmaal pi. Een getal bestaat uit twee cijfers, waarvan de som 12 is. Verwisselt men de cijfers, dan bekomt men een getal dat 15 meer is dan het dubbel van het getal. Bepaal dit getal. Holy shit. Easy. What easy? Ja. Wacht even. Maar bro, ik kan niet. Stop met de tijden. Ik ga je uitkillen. Van de som 12 is 9 en 6. 9 plus 6. Dat is 15. Dat is niet 12. Nee, wat? Ah ja. Kut dat je zo snel wist? Je moet hier toch lang bij nadenken. Check, ik ga gewoon opgeven. Ik weet het niet. 39. Hoe wist je dat zo snel? 12 maal 2 is 24. 24 plus 15 is 39. Ja, dat niet nodig. Ja, gewoon één hele zin niet nodig. Het dubbele van het getal is 24. 24 plus 15 is 39. Ah, fuck. Oh, god. Daar krijg je wel een hand van, man. Nederlands, onze moedertaal. Geef een voorbeeld van een leenwoord. Dus een leenwoord is een woord dat uit de andere taal komt, maar dat ook toegestaan is in onze taal. Ik zit nu te veel met dialecten in mijn hoofd, man. Oké, gamen. Computer. Oké, lekker. Volgens mij is game hinnen, hè. Ja. Dat is een werkwoord dat je vervoegt anders. Nee, maar dat is een Engels werkwoord. Volgens mij is dat bastaardwoord. Dat is ook tof, ik ben zeer gamers hinnen. Bastaardwoord is geen leenwoord. Bastaardwoord is geen leenwoord. Maar een leenwoord kan wel een bastaardwoord zijn. Want gamen komt niet uit de Nederlandse taal. Zoek op. Is gamen een leenwoord? Dat is letterlijk het enige wat ik ga opzoeken. Voorbeelden hiervan zijn container, cake en gamen. Oef. Noob. Zoek het op. Noob. Ik ben zeer gamers. Noob. Een inwoner van Madagaskar is een... Ik heb Madagariaan. Ik heb Madagese. Madagese. Het juiste antwoord was Malagasier. Je antwoord is fijn verkeerd, kerel. Magaladees. Madagariaan. Check, niemand heeft hier een punt. Nu de vraag is, krijg ik toch een punt? Ik zat hier dichter bij dan jou, hoor. What? Shut the fuck up, kerel. Uit, ga naar huis, man. Zoek de fout. Jij werd gestraft door de warmte, riep de boer. Sommigen ervaren de toegenomen warmte als een cadeautje. En gaan ervan uit dat zijner tijd met kerstmis al krokussen en lenteuitjes zullen zijn. Dat carnaval enigszins subtropisch wordt. Dit is oud-Nederlands, hè. Van wat ik me herinner, schreven ze gij werd met dt. Alleen gij was het werkwoord waarmee dat in de verleden tijd iets in dt geschreven moet worden. Ik denk ook niet dat er een fout in zit. Er is een fucking strikvraag, toch? Wetenschappen. Ik was hier wel goed in. Maar ik zeg het nu wel bij elk vak en het is eigenlijk nooit echt een groot succes. Dus let's go. Naam van deze uitgestorven vogel. We zeggen 3, 2, 1 en dan zeggen we het gewoon. 3, 2, 1. Kiwi. Ja, het is een dodo. Het zou een dodo zijn. Ik denk dat de kiwi niet is uitgestorven. Sorry, dit is geen groot succes. Is de zomer bij ons als wij dichter bij de zon staan? Is de zomer bij ons als de zon dichter staat of niet? Ik weet dat de fucking vraag is. Sorry. Je moet niet de vraag herhalen. Sorry. Het is niet erg. In de zomer hebben wij meer licht. Langer licht, dan kunnen we langer de zon zien. Dus in mijn hoofd kan het moeilijk zijn dat de zon dichter bij ons staat, want we hebben meer licht toch? Dus ik denk nee. In de zomer staat de aarde niet dichter bij de zon, maar juist verder weg. Boom! Ik ga met de inhaalmanoeuvre moeten komen bij Engels. Mijn sterkste vak van allemaal. Het is even Engels in. Er is weer zoiets dat je enkel vraagt als je de vragen gekregen hebt. Anders twijfel je niet aan welke onderwerpen daar zijn. Zit er zelf Engels in? Hij heeft sowieso alle vragen gekregen. Boom! Hoe noemt men een mannelijke eend? Heb je dat niet geleerd op school? Nee. Je let echt niet op, kerel. Hoe noemt men een mannelijke eend? Oké, maar we moeten toch iets opschrijven. Oké, ik heb een kwark. Ik heb een ooi. Een ooi en een kwark. Een mannelijke eend is een woerd. Een vrouwtje is gewoon een eend. We zijn niet eerlijk, kerel. We zijn niet eerlijk voor de vrouwen, man. What the fuck? Ik had een kwark. Topvak. Ja. Echt? Ja, dat je denkt niet te volmonding. Wat? Je zit hier goed in. Maar je zit in het derde middelbaar, dan is dat nog fucking makkelijk. Het wordt er niet makkelijker op. Eerste vraag, Frans. Geef de derde persoon enkelvoud van het werkwoord allez. Dus ik ga dat hier even vervoegen, hè. Je viens.
Wacht even, hey, wacht even. Hey, moet bij een leuk zijn voor de video, hè. Ik weet dat je wijs. Ik weet dat de derde, ik weet dat Vice, zonder de gewoon VA. Waarom check je dat zo fucking raar? Je weet, tu va, il va, elle va, en het is va, VA. Top shit. Ik ging even de mist in. Even heel kort de mist in. Ik ga me herpakken, man. Alle documenten zijn aanwezig. Tous les documents sont présents. Voor de Hollanders die naar deze video aan het kijken zijn en die flauw ideeën wat we hier moeten doen. We moeten toe verlengen. Toets, denk ik. Dubbel T-E-S. S. Ja? Is dat juist? Ja, S. Jij gewoon... Je kan niet toetes. Dat ben ik zie. Het is toet met T of toet met een S. Ja, jij wel gelijk. Toetes bestaan niet. Dit is niet top, kerel. Hey bro, ik zei het zit ver, man. Damn! Wat is protectionisme? Wat? Bro, je hebt eigenlijk niet nodig om een business te runnen, man. Zeg maar, wat heb je? Beschermend zijn. Ik heb te voorzichtig handel drijven. Jij zegt beschermend handelen. Maatregelen erop gericht zijn om productie in eigen land te beschermen. Nee, je bent het allemaal verkeerd. Uit welke drie elementen bestaat de jaarrekening? Hey, maar luister, ik zie jou direct schrijven, maar ik heb net mijn jaarrekening gemaakt. En ik weet het niet. Wat een kutvraag, man. Jij weet dus dat je juist de antwoord. Oké, dan ga ik zeggen wat ik heb opgeschreven. En dan moet je maar zeggen wat juist is. Omzet, inkomen, uitgaven. Dat klinkt toch fucking logisch, man. De omzet, de inkomen en de uitgaven. Uit wat dan? Balans, resultatenrekening en toelichtingen. Dat is echt een kutvraag, kerel. Echt, wat heeft dat nu te maken met fucking economie? De fuck moet je toelichten, je aandeelhouders? Ik weet niet wat dat toelichting is. Zie, je weet het niet eens, man. Echt, ik haat een school echt, man. What the fuck? Verborgen verleiders, bij Camel. Dus like, bij FedEx is dat die pijl. Bij Picasa is dat huisje, denk ik. Verborgen verleiders bij Camel. Dit is een leuke vraag. Ik zie eigenlijk maar één. Het is bij die A, toch? Die A kruilt er een beetje uit, hè. Je pa is sowieso die antwoorden gegeven aan je. Nee, iemand heeft dat gezegd op school tegen me. Iemand heeft dat gezegd, pees dat ik dat geloof? Ik weet het niet, zeg maar. Manneke pis. Wat manneke pis? Waar? Hier is een been, dat is aan. Bro! Waar? Ja, oké, nu zie ik het wel, maar je pa is sowieso de antwoorden heeft. Sowieso wel. Goed gedaan. Je bent slaag. Ik ga niet. Ik zei het hun niet geslaagd. Nee. Ik denk dat we hieruit wel kunnen concluderen dat het allemaal erg ver weg zit bij mij. Of het er ooit heeft ingezeten, is dan nog een andere vraag. Zoals ik heb voorhand zei, we spelen hier niet voor ons plezier. We spelen hier natuurlijk voor prijzen. Je mag de fix, SpongeBob, alsjeblieft. We skeren reactie, man. Ed, ik haat een zo'n shit, Ed. Welkom om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. All the love. All the fucking power. En tot de volgende keer. Joe! Damn, ik ben geript, kerel. What the fuck? Moet ik dat uploaden? Mijn fucking camera, ja. What the fuck?